IGM Resins is een bedrijf wat zich bezighoudt met het produceren, ontwikkelen en verkopen van UV-grondstoffen die ingezet worden voor het produceren van UV-inkten en UV-lakken. Dus klanten zijn producenten van UV-inkten, UV-coatings. En een lak, ja, is sowieso een heel belangrijk middel voor een product. Het dient ter bescherming, dient ter decoratie. In tegenstelling tot andere technieken zoals solvent-based inkten of lakken waar veel oplosmiddelen in zitten, is een UV-lak milieuvriendelijk en droogt snel. De productie gaat sneller, dus je creëert een productie-efficiëntie. Je kunt meer produceren, je kunt gaan stapelen in de productie, dus er kan veel meer geproduceerd worden. Het is een energiezuinige technologie, het is duurzamer. De lak is kwalitatief een betere lak, een hogere glans. Ook bepaalde onderwerpen zijn beter met een UV-lak te bewerken. Met name hittegevoelige oppervlaktes kun je beter met een UV-lak behandelen dan met een traditionele lak. Wij zijn een technisch bedrijf en wij willen aan het begin staan van de ontwikkeling en de productie van een product. Dus dat kun je het beste doen als je zelf produceert. Klanten willen het gevoel hebben dat ze zo goed mogelijk inkopen, bij de bron inkopen. Nou, dat is ook iets wat we kunnen bieden. Wij leveren het hele pakket. Wij maken producten ook op maat. We doen veel aan custom-made productie. Nou, daarvoor hebben wij al onze producten nodig en die we dan ook het liefste zelf produceren. En dan kun je ook het verhaal naar de klant toe duidelijk brengen. Op deze manier kunnen wij ook klanten naar onze fabrieken toe laten komen, de fabrieken laten bezoeken en transparant zijn, ook iets wat erg belangrijk is in deze tijd. Ontwikkeling, zelf produceren, advies en verkoop naar de klant. En dat is een cirkel die doorgaat, want de bezoeken bij klanten leveren ons weer nieuwe ideeën op om producten te ontwikkelen. Klanten zijn altijd op zoek naar betere UV-lakken, UV-lakken die sneller drogen en UV-lakken voor nieuwe toepassingen. Nou, op basis van onze technologie die we in huis hebben, onze laboratoria, onze technische afdelingen, zijn we in staat om wensen, ideeën van klanten op dit vlak verder vorm te geven door middel van de ontwikkeling van nieuwe UV-grondstoffen, custom-made productie, klantgericht. En op die manier proberen we klanten tegemoet te komen. Europa, Amerika, Zuid-Amerika, Brazilië met name, Far East, dat zijn voor de komende jaren zijn dat onze groeimarkten. De samenstelling van ons productassortiment is uniek. We hebben het one-stop shopping idee, daar waar veel concurrenten dat niet hebben, daar waar veel concurrenten gespecialiseerd zijn op het produceren van één productgroep, zeggen wij nee, de formulatie van de klant staat centraal, de formulatie van de UV-inkt of de UV-lak staat centraal. Welke productgroepen zitten daarin? En al die productgroepen, daar willen wij een speler in zijn. Dus wij bieden een totaalpakket. Dus daar zitten wel standaardproducten in. Maar het is een complementair pakket, daar onderscheiden wij ons in. En daarnaast hebben wij ja, toch wel veel custom-made producten gebaseerd op eigen patenten, eigen manufacturing know-how, eigen IP, die uniek zijn. En die ook weer samen met die standaardproducten tot een unieke productrange vormt. De klant, zijnde een producent van UV-inkten, UV-lakken, die bedenkt zijn UV-inkten, die bedenkt zijn UV-lak, die heeft continu een eis naar beter, mooier en voor meer toepassingen mogelijk. Nou, daar proberen wij op in te spelen door daar ook producten voor te blijven ontwikkelen.